Jeffrey, je kan uiteindelijk nog blij zijn dat het 1-1 wordt, maar ik denk dat je er flink te moer in hebt. Ja, tuurlijk. Dodelijk moment natuurlijk en wordt gelijk afgestraft. Dus ja, daar heb je wel gelijk in. Wat ging er mis? Ik raakte die bal niet helemaal goed, moet ik zeggen. Daarna gleed Esteban nog een keer uit, dus hij kon die bal ook niet meer wegtrappen en toen scoorden ze. Immers ook over het hoofd gezien? Ja, wat ik zeg, ik raakte de bal niet goed, dus dat had niks met over het hoofd zien te maken. Ik raakte de bal gewoon niet goed. Ja, het is een moment waarin je als voetballer denk ik even door de grond kan zakken, hè? Ja, nou ja, tuurlijk. En vooral als verdedigers zijn, als je fout maakt, weet je dat het gelijk wordt afgestraft. En, het hoort er ook gewoon bij en dan moet je ook gewoon accepteren en weer doorgaan, denk ik. Daarna ontspint zich een wedstrijd waarin Feyenoord eigenlijk verzuimt afstand van jullie te nemen. Hè? Want het wordt dan uiteindelijk 1-1, maar ja, Feyenoord houdt jullie in leven door de kans niet af te maken. Ja, daarna stonden we even onder druk, zeker. Aantal hoekschoppen, aantal kansen van hun en dat maken ze niet af. En gelukkig maakte Johan een prachtige goal natuurlijk en hebben we uiteindelijk nog een punt. Maar is er nu sprake van dat je vertrouwen getankt hebt in dit duel? Nou ja, we hadden pas echt vertrouwen getankt als we vandaag hadden gewonnen en heel goed hadden gespeeld, denk ik. Dat is niet het geval. Bij vlagen hebben we wel aardige dingen laten zien, denk ik. Maar soms ook weer bij fases helemaal niet. En voor de play-offs zal het denk ik nog wel beter moeten. Dat weet ik wel zeker, want het lijkt een beetje alsof het beste er vanaf is bijna zit. Ja, we hebben natuurlijk wel het meeste aantal wedstrijden gespeeld, dus dat speelt misschien ook wel mee. Maar wat ik zeg, voor de play-offs moet het gewoon beter, dat is duidelijk. Er was waarschijnlijk één ploeg waar tegen jullie niet wilden spelen, denk ik, Heerenveen. Waarom niet? Nou ja, met Van Basten en ik kan me voorstellen dat niet de tegenstander is die je wil hebben. Ja, of wil jij juist wel tegen Heerenveen? Nee, niet zozeer. Als je de play-offs wil winnen, dan moet je van iedereen kunnen winnen. Dus nu is de Heerenveen eens geworden. En, we zullen gewoon beter moeten spelen als vandaag willen we doorkomen. Oude club van jou, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, het is altijd leuk om weer de oude bekenden te zien natuurlijk. En de Heerenveen, ik heb er lang gespeeld natuurlijk. Dus ik hoop op mooie wedstrijden, maar wel dat wij als winnaar eruit komen. Het feit dat Van Basten, de toekomstige trainer van AZ, daar nu nog zit? Ja, ik zeg, dat is misschien lastig voor hemzelf. Maar iedereen is gewoon professional, denk ik. En hij zal gewoon de wedstrijd willen winnen, net zoals wij dat willen. En wat ik zeg, we moeten gewoon voor Europees voetbal gaan. De laatste keer dat Heerenveen hier speelde, werd het 5-1 voor hun. Een paar dagen daarvoor wonnen jullie na verlenging in de beker. Hoe groot schat je kansen in tegen Heerenveen over twee wedstrijden? Ja, ik denk dat we redelijk aan elkaar gewaagd zijn. Die 5-1 was misschien wel een beetje geflatteerd. Waren wij ook niet optimaal natuurlijk. We hadden in die periode een heel druk schema. Wat ik zeg, play-offs zijn altijd wedstrijden op zich, denk ik. En, we zullen gewoon ons best moeten doen en beter moeten spelen als vandaag.